zo's motherfucker Charlie talks motherfucker Charlie was pop what the population smaller like money ik definitely will make some talk for Charlie Vandaag heb ik een speciale gast speciaal waarom dat haar tweede keer dat ze hier langs komt. Mm -hmm. van het huis. En uh, ik heb plezier. Ik heb het feit dat jij hier bent gekomen. Jij ziet er anders uit, meer mm -hmm. rood? Yeah. Is mijn mic ook rood? <laughs> dus uh, ja, voor de mensen die niet weten wie Benge is, waarom ben je voor de tweede keer gekomen? Dus uh, mijn naam is Mambo, best bekend als Mambo Macambo op uh, sociale media. Uh, tweede keer? Geen idee. De eerste keer was tof, dus waarom niet de tweede okay. keer? Ik hou geen idee. De tweede keer heb ik een klein beetje anders aangepakt. Waarom? Want ik vind dat jij zo'n. Een... Waarom? En anders ik, waarom vind ik anders? Ik voel me meer open. Je bent een echte persoon. Je bent. Okay. Tot ik er juist vroeg om iemand. Om nog hallo te zeggen, dat is een ja, Charisme. Ja, baai. Telkens, <laughs> Dus, Nee, maar ik vind, ik vind ook gewoon, je manier van leven is ook anders. Nee, 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 allee, niet verkeerd of zo. Mm -hmm. Maar, ik vak het bij aan, Ik vind dat jij de. de bad bitch cultuur leeft. Mm -hmm. En, bad bitch cultuur, dat is fucked op wat dat je zeggen. Want ik vind. Allee, ik zou echt een ander woord ervoor. Maar. Ik ga dat linken met you don't care about people's opinion. Mm -hmm. Zoals bij chick Dat oh, Ik zie ik wil ook je sociale media. Ik zie alles wat je. <laughs> en uh, dat toont ook gewoon van maar like, je bent zelfzeker. Moet toch. Zoals ik zei. Well, ik vind dat jij zo leeft uh, mm, Je bent zelfzeker. Zelfzeker, uh, ik weet ik, niet zelfzeker, maar. Maar nee, oh, daar is dat schoon, Karim, daar is ik kaka. Hey, maar ja, nee, dus vind je wel zo zelfzeker en ook gewoon je straalt daaruit. En, en, en daarom heb je bijvoorbeeld ook, ja, alleen, voor de mensen die dat niet weten, je ken hem omdat je op een TV-programma mee hebt gedaan. Zo, het, het al je wel je klempjes voor eens. Je hebt al je naam gezegd, natuurlijk, maar ja, wat doet het in het dagelijkse leven? En, ja, het talamine, of wat heb je gedaan in het verleden? Alles. Ja, dus de mensen in Vlaanderen kennen mij onder de naam van Mambo van Temptation, maar dat is tussen de allee. A part of that, I'm um, a model, dancer, uh, content creator also. Ja, uh, yeah. over content um, creëert je dan? Uh, beauty, make-up, haar en ook dans. Op. op TikTok, Instagram. Ik weet niet als ik dat vorige keer had gevraagd, maar ik jij in het verleden gepest. Gepest? En... Ja, maar dat was op school. op ja, school. Ik was gewoon lekker mee, ik wilde geen zweet. Maar um, ik heb de kaarten inderdaad. Ik heb die in video's gespeeld van. Ja. Frank Chia Levy, Ja, die hebben Temptation Island gespeeld. Ook. Ja. Dat is de ik. Mm -hmm. Zal we het weer opnieuw doen? Nop. <laughs> no, of Nop. Nee, nee, nee. Eerste keer dat je toch ging? Nee. Nee? nee. En waarom niet? Dat is goed voor ene keer. Ik ben eigenlijk daar geweest gewoon voor fun, avontuur. Alles was gratis. Maar uh, nee, dat was niet... Uh, wat? Ja <laughs> Nee, maar dat was niet... Uh, dat was niet mijn doel om uh, op uh, Temptation te komen, zeker. Zeker in Van Vlaanderen. Ik kende dat niet. Want ik werd een... van Stadion. Ja. Voilà, ik ben Frans Tijnlich en Temptation, Nederlands, België, was van Maar ik heb toch gewoon meegedaan voor fun, avontuur. ja voilà, Alles was gratis. Dus echt één maand gratis in Thailand. Wie gaat er nee zingen? Snap je? Dus... Ja, maar toen had ik je ook gezegd, als luister, dan, dan doet je, niet, maar, alle, je niet alleen maar op reis. Je, 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 je hebt te werk eigenlijk. Je moet mensen veranderen, de jongens verleiden. En ik heb misschien één of twee afleveringen gedaan en dan niet meer. En, maar, maar, maar daardoor ben jij, vind jij niet dat je... Allee, van al dat je, je hebt al jaren niet meer gedaan, maar mensen herkennen je nog steeds. En... Uh, ja, sommigen. Dus bij de Vlamingen. Vlamingen, sommigen wel. Maar ik ben Franstalig, dus ik ben meer in Parijs of in Brussel. Dus daar... Uh... Oh, we oh. gaan diep gaan, hè Mambo, vandaag. Tell me ben ready. Oké, okay. hoe oh. maakt Mambo haar geld vandaag weg? Niet dat yeah. we want wij zien alleen, alleen ik, dan, ik heb alleen de Temptation. Mm -hmm. Wat ik zie op, op sociale media mm -hmm. is wat ik zie. You are your money like that. Too, dus, <laughs> nee, ik heb een night-to-five job, dus in de week, van maandag tot vrijdag. En in de weekend doe ik uh, mijn, uh, mijn passie dus model dan en zo verder. En de voel job? Yes. Harder. Tot nu toe. Ja, nog nooit iets op je sociale media. Nee, want ik post dat niet. Sociale media is echt voor mijn hobby, dus mijn passie dus model dan ze zo verder. Maar ik uh, verdeel bijna nooit mijn privéleven. Terwijl mensen die naar u kijken bijvoorbeeld, die ja. u daar op u op kijken. Hè? Op Instagram. Ja, ja. ja. ja, ja. Allee, well, well, well. Mm -hmm. Je ambo. Ik heb iets man dat ik naar op kijk. Ik mm -hmm. volg haar leven. En... Vind jij niet dat ze bijvoorbeeld niet dat, ze, dat je goed laat je weten waar jij werkt, etc. Maar, mm -hmm. maar ook gewoon dat je die boodschap ook meegeeft van niet alles is gewoon wat jullie zien op sociale media. Ik werk ook gewoon. Ja, maar ik zeg dat soms. Hè. Als je zo opeens zegt, ask me, ja. dan mensen stellen me zo'n vraag. En dan, zeg, dan ben ik echt uh, eerlijk. Dan zeg ik de waarheid, oké, okay, ik doe dat, maar ik doe ook dat, bla bla bla. Dan 24 jaar. Na ja, ja. 24 uur heb ik. Ja, maar de mensen zien, ze kijken. Maar voor de rest op social media, oké, okay, dat is niet fake, maar dat is niet real life. Nee, ik snap, ja. Maar dat is het doel van Instagram. Je moet echt zo een fairy tale tonen, zo gezegd. Maar ja, dat is niet real life. Wat is het doel van Mambo? Mambo. Allee, maar dat is trouwens je naam, je echte naam. Ja. Oké. Okay. Ja, mijn naam. Ja. Ay, well, is dat is mijn naam en mijn bijnaam eigenlijk. Ja, ik geloofde in het idee dat je mij je se praat zien toen. Ah, ja, ja. ja. En, wat, is, wat is uw doel van het leven? Van het leven? nu? Want kijk, uiteindelijk, ja, je, hebt, je hebt dat gedaan, je hebt een naam een faaf, maar wat, wat wilt je nog allee, wat wilt je bereiken? Ik heb nog veel dingen te bereiken, bijvoorbeeld naar Amerika gaan, om daar misschien een contract te hebben zoals dat terecht. Als danseres Ja, als lanceres. voor Een beetje van alles. Ik ben echt alles hip-hop dancehall. Ik doe ook vog, vogging. Vogging? Vogging, dat is zo uh, gecreëerd door uh, de community LGBTQ. Vogging, heb je dat ook gezien? Met alle respect, ik heb niks tegen... kent je, ken je de clip van Madonna, vog Ah, dat, is zo, dat is van vroeger. Ja, ja, ja. In, in die clip ziet je mensen die je voorging. Maar ik heb wel, nogmaals, hey, trouwens, maar niet uh, hey, ik heb respect voor iedereen. Ik mm -hmm. was op je verhaal. Je... Ja, dan zie ik je uh, wandelen. Ja. Yeah. En hij uh, weet. Je zijn Salut. Dan zie je uh, uh, je wandelen. Check, Ik eh, Check gewoon. Het is niet dat ik like, lust of zo. Check. check. En dan de volgende verhaal, Ja. is jij en nog andere mensen die doen hetzelfde wat jij doet. En jij weet wel, respect, ik blijf daar niet hangen ofzo. Ja, oké. Je maakt het zo, dat noemt een ballroom. Dank. Ik, allee, ik blijf daar niet hangen. Kijk jij daar? Nee. Oké, ballroom dat is eigenlijk een event ook ontworpen door LGBTQ+, dus dat is eigenlijk een wedstrijd met verschillende categorieën zoals vogging dus alles met vogging Dat kan uh, jongens, echte jongens zijn, dat kan ook zo transwoman zijn. En er is ook uh, bijvoorbeeld mijn categorie is body and sex. Dan moet je je lichaam, uh, ja, hoe zeg je dat? Verkopen? Ja, voilà. je je lichaam en je sexuality verkopen, nou sensuality, plutôt verkopen. Als mijn leg, leg, leg je dat eens uit. Wat, wat doe je dan exact? Dus gewoon mooi zijn. Body on point. Uh, dat is meestal in bikini of misschien een, een uh, kostuum bijvoorbeeld. Oké, okay, maar dat is nooit naakt. Nee. Okay. nee, dan. Nee, dat was... Zou je dat doen voor de naakt? Hmm, geen idee. Ik heb nog geen voorstel gehad, maar geen idee. Als de bij goed is, why je Look at Kim Kardashian. She's rich. Oh, dan zeg je toch over Kim Kardashian praten. <laughs> ja. Zou jij ook rich moeten nope. worden op haar manier? Nee, nee, nee. Dat wil ik niet. Nee, maar en, en, nog iets. Dat is te... Dat is veel. Maar besef, je hebt letterlijk alles wat zij nu heeft. Dat is dankzij haar ja. sextape. Ja, ik weet dus, het. En ik jij weet. krijgt dezelfde appeltje. En je garandeert morgen, jij doet dat je echt exact als wat Kim heeft. Zou je dat doen? Nee, nee zo. Niet zo. Niet zo. Uiteindelijk is dat gewoon, dat zijn dat gewoon normale dingen hè, die gebeuren in het leven. je bent toch zo... Ja, maar dat is echt zo open. Echt ja. Iedereen weet dat, overal. En alle, ik weet niet, maar zo later... Ze heeft kinderen. Zo later, wat gaan, ze, wat, gaan ze, wat gaan ze aan haar kinderen zeggen? Ik ga even aan de, de kant spelen. Mm -hmm. Wij weten allemaal dat u, ik... we zijn gekomen omdat onze ouders samen... Ja. Ja. En weet iedereen op deze aarde... Zo gebeurt dat, er is geen, niks anders. Ja, mm -hmm. nee. En daar, allee, dat is zo uitgekomen, omdat uh, wie ze waren op het moment, Reijtje, is Reijtje en Dingen, is uh, de dus dochter van Robert Kwan. shadow advocaat van. Mm -hmm. En wanneer dat is uitgekomen, dat is wat het groter heeft gemaakt. Maar normaal is dat gewoon. We zijn gewoon normale dingen die gebeuren. Daarom denk ik ook dat zij er even van kunnen. Profiteren. Profiteer, want uiteindelijk is het dat, dat ze daar zat met een, met een wapen op haar en iemand was maar Nee, ze heeft gewoon dingen gedaan omdat mensen doen, maar omdat ze de positie, wie ze, ze zijn op het moment, mm -hmm. is anders. Maar ze wil ook, uh, ook famous zijn? Ja, ze ook famous. dat was haar doel. Dat was haar doel in ja, de doel van de moeder ook, blijkbaar. Ook, ja. Maar ja, dus, maar, dus met andere woorden, er zijn geen dingen dat jij zou doen famous Never for famous. Always for money. For money. Ja, yeah, voilà. Voor mannen zijn er wel bepaalde dingen dat je zou willen doen. Ja, ik ben niet over seksueel, maar je zou wel je eigen niet zijn voor... Bijvoorbeeld mijn danscarrière of modelcarrière, als ik daarmee echt geld uh, kunt verdienen en echt zo mijn leven kan ook dingen. Ik stop mijn night-to-five, en ga to full-time dancers of um, model. Oké, dus eigenlijk los van je nine to five houd je, je nog bezig eigenlijk met... Mit so einem Ding, sag ich sehe ich habe ein Bild, ja. Warum, warum sagst du, so ein Ding ist, Nein, nee, das ist nicht so ein Ding, ist, ich weiß nicht, der, ich was das muss sein. Ballroom. Ball, ballroom. Okay. Check, it, check Dana, ballroom, ballroom, auf Instagram, auf ja. Google. Aber ich habe gesagt, ich habe gesehen, ich habe es ich habe gesagt, wow, das liegt, wow. Aber, ist mein Aber tatsächlich, das ist... das ist eine Kultur, das ist echt eine Kultur von ihnen. Das ist echt, das ist ihre Kultur, ihre Celebration Uiteindelijk vind ik ook gewoon dat allez, ik vind dat zo'n ding is bestaan, want je moet je eigen kunnen zijn, whatever, whatever stappen. En ja. Dan geef je les dan? Nee. Allee, nee, nee. Ik, denk, ik geef geen les, maar ik heb veel uh, aanvragen, Allee, veel uh, mensen die vragen, ja, kun kunt je een workshop maken, alleen doe ik nog zo. Maar ik weet niet, ik ben niet comfortabel genoeg. Ja, wel. Voilà. En voorbeeld, het feit dat je zo tweetalig bent, gebruik je dat niet voor in je voordeel? Alleen op werk. Alleen op werk. Dat is de enigste plek waar ik Nederlands bij spreek. Anders spreek je altijd Frans of Engels. En Engels, je spreekt goed je, je spreek je Engels? dat wel Jij kunt een hele interview doen in Engels? Nee, dan niet, dat niet. Maar ik begrijp het. Natuurlijk, kijk, ik heb u gezegd, um, ik heb nog, nog steeds ik heb een paar goede vragen voor u natuurlijk. Heb uh, je Ja, maar ik heb ook een onder, ander onderdeel bijgevoegd in, in mijn interviews. Mm -hmm. Waar ik eigenlijk um, spicy questions vraag, okay. spelletjes speel, Dat hangt van de gast af. Vandaag ben jij de laatste gast. Dus voor u heb ik spicy gekozen. Dank je. En zo leren wij u ook kennen. Sommigen willen gaan te persoonlijk zijn. Als jij niet wilt dat hoort, met alle plezier. Yep. En, en meteen, alle vragen die ik stel, dat is met alle respect. Dat is in bakuus, in muis, in je in Dank je. Dus so, whatever you're ready. Yes, I'm ready. je you, I'm ready. Want ik wil wel weten wie als vrouw u inspireert. Dat wil ik ook. Maar Dat is gewoon spicy question. Ik heb er acht. echt. Eh, echt? Zwille? En elke keer als je antwoordt, kun je een uitleg erbij geven als je wilt. Oké, okay, let's go. Nummer 1. Spreekt jij mannen aan als je die leuk vindt? Vandaag ja. Um, Waarom niet vroeg? Drie jaar geleden, toen we die interview maakten, zei ik nee. Ik zei ja, de mensen gaan naar mij, ik niet. Maar van nee, ik weet niet, ja. Ik vind dat sommige mannen of jongen, nee, mannen, soms niet meer durven zo, zo, om je aan te spreken. Want ze zijn misschien, uh, hoe zeg je dat, genie. Nou, had Nee, Intimideren. 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 Ja. Intimideren. Intimideren. Ja. Die zijn een beetje uh... intimideren. Dus ik doe de step. En wat is je pick-up line bijvoorbeeld? Mijn wat? Je pick-up line. Wat is de beste pick-up line om een man aan te spreken? Um, eye-contact. Ja, yeah, eye-contact. Ja, yeah, eye-contact geven. Yeah, yeah. Ja, ja. Dus je hebt met mij me niet de hele eye-contact gedeeld. <laughs> dus ik ben bij bien... jou. <laughs> okay.

Ah ja, um, ik had een date met een jongen en we zijn samen naar de cinema gegaan om uh, de film van Toepak te zien. Ja. Oh, yeah. oh. En ik ben een persoon als als ik zo een film kijk, praat, geef ik geef je commentaar, bla bla. Hij is de film. Ja yeah, ja. Yeah. <laughs> ik ben zo, ik lag like en zo. Ik ben gewoon mezelf. Yeah. En die jongen die was zo like what a shock. the fuck. En de tweede keer zei ik niet, derde keer dan niet is goed. Is, is a wow. Il a un stool vers place. il m'a laissé genre trois quatre yeah, cinq stools. Et il m'a laissé parce que je faisais trop de bruit. j'étais trop excitée. Mais d'ordi non d'ordi film. Allez, live. Oh, y okay. yeah, voilà, on va écouter le cinéma. On a regardé le film yeah. et tout.

Dat is dat fout. Dat ja, vrouwen kunnen ook fout zijn. Dat was uw fout hier. Heb, heb jij ook die hart gebroken? Ja. Had je hem bedrogen? Nee, ik heb zo veel is gegeven. Hoe zegt hij Ik een valse hoop gegeven. En hoe heb je mijn valse hoop man? Nou, je pense que je me mais, gewoon elke dag praten met hem, zo'n dingen, gaan eten en zo. zo piocht je naar de... Hij betaalde. Of course. Arm geworden. Arm, ik weet niet, maar of course. Zou jij een man daten, dat is niet, dat is gewoon, dat is niet hier, dat is gewoon hmm. wat. Do, zou jij een man daten, weten dat hij raak is en... In je hoofd heb je zoiets van: met hem mag ik niks doen. Ik zie hem niet in mijn toekomst, maar hij is rijk. En nee, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Wat heb je dan juist gedaan? Je hebt jou gezien. Yeah, nee, hij was niet. Oh, dat is méchant. Nee, hij était mignon, alles wat je wil, maar. Nope. Nee. Maar zo rijk en lelijk? Nee, nee. Oké. Okay. Nu komen we de, de iets spicy. Ja, iets gespicyeren. Let's go. Hoe oud was je toen je je maagdelijkheid verloor? Oef, niks. niks. <laughs> is het Spanisch, is al. Ja. Ik zie. Of je bent niet lege. Sex on the first date. Ben jij ervoor of ertegen tegen? En waarom? Ik uh, ben voor. Want uh, het maakt niet uit als je het de eerste keer doet of na zes maanden. Ja. Bij One Night Stand blijf je graag slapen of ga je graag weg de dag <laughs> One Night Stand, maar ik doe geen One Night Stand, dus... Ja, One Night Stand moet zijn, nu is het nog niet voor Ja, we... hoor. Uh, ja, voor je. Ik denk, je... nee, ik ga... Ik... Dat je wikker kan. Nee, maar stel voor dat je wel een 1 zou hebben. Mm -hmm. <laughs> Blijf je graag slapen. Nee, yeah. Ja, ik wil. Oké. 1 Je doet non. Tu fais ce en dan ga je weer. En dan de laatste vraag. Heeft u seksuele fantasieën? Of... Eh. Um. Huh. Good question. Ik weet het eigenlijk niet. Nee, echt. Ik weet het eigenlijk ik niet, ik weet het niet. Je weet het niet, je weet het niet. Dat is... Mm -hmm. Dat is ik een fantasie. We een hele facades, maar... Nee, eigenlijk niet. No. Ik ben zo freestyle. start. Oh, okay. nou. Maar ja, oui, voilà. dat waren de spicy questions voor Mambo Macambo natuurlijk. En we komen zo terug. Ja, natuurlijk, spicy questions zijn gedaan. Ik wil nog meer weten over Mambo natuurlijk. Uh, Embrace je roots. Like, of like, course, yeah. Like Lingala, yes. wordt gesproken. Dus ja. Soms ook op social media, om zo te leggen, maar ja. ja, ja. Okay. Ben je teruggekeerd? Nee, ik ben maar één keer teruggegaan, maar dan niet meer. Maar wat was je toen? Echt of zo. Alleen of met ouders? Nee, alleen. Maar dat is al iets. En wat houdt u nu tegen, bijvoorbeeld, om terug? Uh, mijn hobby's en werk. Mijn hobby en mijn werk. Word jij geboekt, en zo? Hm? Word jij geboekt? Ja, ja, ja. Door je hobby, hè? Ja, ja. Alleen in de weekend. Nu dat ik werk, van maandag tot vrijdag, neem ik alleen in de weekend. En jij wordt geboekt om wat te doen, te dansen? Alles, dansen, model, videogiksen. Bijvoorbeeld, um, want ik, ken, ik weet alleen maar van maar welke video heb je nog in gespeeld bijvoorbeeld? Dus uh, je zei Frank Lies, Jelle Niska, Koop dus van toen, nieuwe, zijn er nieuwe? Nieuwe, uh, ja, maar niet bekend. Niet bekend. Maar je hebt, hebt wel een boeking fee. Een wat? Een boeking fee, dat Ja, dat ja. Of dat Dan moet je we tenminste wel weten wat je boekingfee is. Om je te boeken voor een yeah. video bijvoorbeeld. Hoeveel moeten we maar betalen? DM me en je weet het. Oké, dus je kunt geboekt worden. Maar niet dat ik bekend ben of onbekend ben. Ik neem allez Ik jij... neem niet... Ik zie eerst de profiel en zo en dan... Misschien ga je naar... Als je op het werk bent dat je bla. een dat is niet zo. Nee, maar ik, ik ga eerst naar je profiel kijken, je laatste video's, en dan ga ik je wel antwoorden of niet. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden om bijvoorbeeld in een video te spelen? Wat moet die persoon of wat moet er gerepresenteerd worden voor jou?

Het was een booking via-via. En ik had al met dat meisje al gewerkt, Dus ik zei oké, geen probleem. En ik ga daar. En ik hoorde dat liedje, ik zei fuck. En ik wil niet naar daar. Ik zei daar, dus doe je ding. het? Ik hoorde dat liedje, met een elefant. Ah? Dat was echt sexuele. Ik was zo bezig met mijn merda. Ik was zo, oh fuck. Maar ik ben er, dus ik moet mijn job doen ga als mijn maar op een moment zelf wat was het zo van tijd mensen het zien mm -hmm. maar zowel mijn hoe uh, ik speelde was het niet hard maar de anderen wel maar uh, nee maar de leerling was echt ja heb ik gehoord van waar je ouders van wonden? ja uh, mijn moeder allez, mijn moeder was vroeger tegen en nu uh, nu is uh, meer relax. ze meer relaxed. Ze hebben Wat? Ze hebben nog ouderen. Ook? is dus gewoon relaxed. Weet van niks. En dat is wat het was toen we bedenken. Uh, 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 uh. Uh. Nee, dat is... Nee, want ik kon niet met mijn, uh, mijn vader. Maar... Uh, ja, hoe ik meer. Ah ja, maar ik moet dat eigenlijk. Zo, mijn stiefpapa hij weet van niks. Mijn biologische papa is gestorven. Maar de twee, ze weten van niks. Hij wist het ook het principe: oké. Okay. Ja, en mijn moeder, tot van niks, ze is gewoon relaxed. Ze is niet van oké, okay, ik support you. Nee. Want uh, ja, dat is Afri you know, Afrikaanse moeder. Als je zo een beetje te bloot bent op de schermen. Dat is een van de vragen die ik ook heb voor je manbouw, want ik denk dat je dat ook toen hebt gevraagd en ik vind het altijd een belangrijke oh, om dat terug naar boven te brengen. Jij wilt toch ooit een familie starten? Ja. Wanneer ga jij beginnen? Ah, <sust> sinds je me dan lang... Zeker. Ik wil het nogmaals Wat voor mensen man, uw eigenlijk? Een man die al zijn leven goed gestructureerd is. Dus. Mm. Job? Ja, een goede job. Dat is een goede situatie, een goede uh, job, uh, auto, bezoek. Hij is like, voilà. Een man die in God dat is belangrijk, want ik uh, De preferentie een man zonder kinderen.

Jij vindt hem cute mm -hmm. en hij heeft nog zagen in de zaal waar hij met jou werkt. Nee, geen trucst. Oké. Nee, maar zijn job is wel een vuilnisman. Oké. Okay. Oké, okay. dus elke donderdag, elke week mm -hmm. pak ik Maar dan heb jij de tweede man. Mm -hmm. Zo dan? Ja, dan. Hij komt in BMW. <laughs> hij is een appartement aan. Je weet, hij komt zo'n Rolex. Goed geknipt, alles, alles, alles. Geen mm -hmm. kinderen. Mm -hmm. Geen mm schuldig. -hmm. Drugedeelte. Mm -hmm. politie is op hem neer. Dat is misschien wel in een andere land. <laughs> wel, draken. Maar, je weet, je hebt die twee mannen. Beide gestructureerd, maar eentje is een vuilnisman maar eentje is een drugsdealer. Een vuilnisman staat hier al in de klas, zoveel kwijt we hebben gehouden om een pas te alleen die ene die het hier ah, genoemd dus we wil ik vertalen. Dus, met andere woorden, die vuilnisman, elke keer dat hij naar huis komt, raakt hij naar zijn job. Maar die drugsdealer, die heeft wel een Heb je ook wel eens een rasserie, man? Toen we ...wijzen, welke keuze maak je? Eerste. Dat heb ik al gedaan. is ik het heb gedaan. Het is interessant dat je dat zo antwoordt. Ik moet het niet meer veranderen. de eerste of de zesde muur worden? Want je weet niets. ik ben ik de tweede Maar nu en nu de man waar vandaag, de eerste neem. En de eerste kan niet puberen. Als ik een vrouw ben tout. het leven heeft... Die is klaar. Je hebt daar woorden, dan lano fab belangrijk. Alles wat je doet, ja, Vooral deze, want die is echt surreal, val deze ding. Ja, maar laat. En als je kinderen hebt, dan heb je problemen en je kinderen en je oh, nee, nee, nee. Handig dan. Handbal, als je zo kijkt, welke, alleen welke dame je, alleen welke vrouwen je spelen. Oh, mijn leven. Word. Good question. Dat mag iemand, ied, uh, iedereen zijn. Ik zat denken Naomi Camp. Nee. Ze heeft een. Allee, ze heeft een mooie carrière en zo, maar de, de bad stuff dat ze doet. En wij gaan het weer doen. Je voelt het plan. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Ah, oké. Maar inspireren in het leven of it's in mijn verhaal? ik zo. Ik ben buitenstander, ik word het de waarste je vois je vois qu ce que tu fais qu'il y a des ou Bradley et d'autres qui dit dans Mickey mais ce qui est un élément nee, j'ai une j'ai j'ai une personne Victoria Monet qu'est-ce que tu dis Victoria Monet she's like the la girl of the day of tu sais de quel modèle moi je pense Mary J Blige non 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 ah <laughs> le power oh, non non Victoria Monet je crois que j'ai un aussi on me dit ça elle est dans l'industrie depuis 10 ans. Et maintenant, elle est reconnue comme artiste, comme... Oui. C'est sûr. Elle est maintenant 33, 32 mm -hmm. Elle est vraiment inspirante, parce que ça fait 10 ans qu'elle est dans le game. Making mm -hmm. darkness Oh my Dieu, c'est the le moment. Tout parle de oui, en Amérique. Yeah, in the media, les américaines médias. Quand ils font les médias. Ah bah mais, y a y a là c'est sûr. Non, c'est y non mais wacht watch ça fait 10 ans qu'elle est dans le industry là, yeah. et c'est que maintenant qu'on la reconnaît. So the inspiration is the determination, uh, determination, that's for sure. détermination. Det uh, elle n'a pas baissé les bras, elle a continué, continué. Et maintenant, c'est overall uh, Grammys. C'est que c'est 5 Grammys. C'est une erkenning. Quoi? C'est une erkenning. C'est une erkenning. C'est une erkenning. Et c'est mon truc. aussi. Je suis allé dans l'industrie, je suis un Et je n'ai pas encore percé comme je veux. Je veux encore plus de succès. C'est un américain. So.

que c'est <cid> ouais. Voilà, ça, dire. <cad laughs> non, mais c'est vrai, on demande pas l'âge d'une femme. Non, 22 février, c'est tout. Ça, c'est <cadalement> <laughs> Fallait voir qu'on est entrée ici hein. pour dire bonjour. Il n'était pas comme ça. Hein. Non, mais j'ai dit bonjour juste à, à la personne que je connaissais. Voilà. Et j'ai dit bonjour en général. Ce n'est pas un poli, non. Bon, bon. non. OK. Ah, oh, mais quand je te vois, je me dis que j'allais dire. Non, bon, OK. On dit, tu n'as pas trop ans. Je veux savoir. Aujourd'hui, je veux savoir quelle est la chose je est-ce les choses... Même hors caméra, hein. je veux tellement te dire, on ne demande pas femme. <laughs>

In feite, ik wil leven van mijn passie. Voor het is dat is niet het geval. Daarom heb ik een 9 to 5. Dus ik heb, in feite, als je wilt, een jaar geleden, heb ik, euh, ik gestopt met social media voor euh, mijn mentaal. Ja, voilà, voor mijn mentaal. Echt voor... En nu ben ik terug en ik moet alles weer beginnen. Wat gebeurde er dan hier dat je zo weg moest? Juste live. Live was hard. Ja, uh, ouais, voilà. Zo so, hebben we dat we als mensen onze struggles niet met de mensen willen delen, maar we delen altijd onze goede momenten. Ja, dat is waar. Dat is waar, niet, want ik kan me verpieten op de reizen. Ik weet dat ik misschien mensen kan raken of misschien consoleren of wat, maar voor de moment, het is moi. voor me. Het niet voor mij. Ja, ik heb vrienden en kind Lundi, il faut au travail. Xavier, sur um, pour s'engager, juste son histoire, va affaires, des si on arrive sur le tram, le métro. <laughs> ah oui. Il faut au travail. Là-bas, normalement, il n'y a rien, c'est pas de souci. Okay. Mais il a dit, il a raconté l'histoire. Mais oui, ouais, mais dans le tram. Hein. Ouais. Tu peux se comporter dans la pourri, ouais. pour y et tout, mais Fake no, no. life. Maar je in real life. Ook ik je zo doe als je bij ik, ik wat mee wal. Ik wil niet het leven leven van faking something. Ik noem dat je zo. Je ziet op de vragen die ik stel. Jullie antwoorden. je hebt ook paar keer antwoord, denk ik. In het verleden Ja, ja. Je antwoord. Door racisme. Je ziet... Mensen uit die vinden een plaats om zich hun eigen te uit te passen. Ik heb niks het Ik laat het lezen weer dat ik was heb gezeten. Blablabla. Nee, dat is goed. Maar in feite, moi, c'est een beetje différent. Op social media, op Instagram, dat is echt zo mijn boek. Dat is echt puur van mijn boek. Daarom heb ik zo een fancy life. Maar bijvoorbeeld op Snapchat, dan ben ik echt zo. Soms ben ik zo. Op dat je mij Oui, voilà, je te jure. Snapchat, tu, tu vas me voir dans tous les états, avec, sans perruque, je danse, tu me vois faire la vaisselle et tout. Snapchat, est dans le real life, mais allez pour moi Instagram c'est juste mon bouc où je me vendre un peu. Donc, et donc, pour obtenir une interview post-cad, c'est euh, la manière où je peux dire la vérité, qu'est-ce que j'ai vécu et tout ça. Non, en tout cas, voir. Ik ben tevreden. Als vandaag ik mijn laptop, maar hij gaat niet Dus ik heb mijn vragen hier. Ik je Ik ben eigenlijk wel bezig. Oh. Als als jij okay, want ik weet jij wordt van je passie leven sowieso. Ja, ja. Ik hoop one day. Als er een plan B moest zijn, als er een plan B moest zijn los van je passie, hoe, wat voor carrière zou jij nog willen? maar Wat niet gewoon? Oké, okay, kijk, u hebt veel passies, maar die dansen. Ja, ja, ja. modellen. Modellen, modellen Acteren ja, ja. ook misschien? Ja, Want Ja, ja dat je is je ook je een beetje acteren. Dus ja. hebt al die, die... dingen. Wat is je plan A? Als jij moest kiezen zelf. Mijn plan, mijn plan A, dat is zeker een 9 to 5. Mijn... No, je blijft ah. met... ik bedoel van je passie gewoon. Wat is de plan A van de passie? Danseres. Dat is zeker. Dat is mijn ruimte, de petit, je toer wil je dus Ja, danseres. En dan plan B, weet ik eigenlijk, dan niet. En dus jij hebt geen werk, je en dan heb je nog de twee anderen. Het... Waarom ben je dat zichtbaar? Een soort dans dat jij doet, bijvoorbeeld. Ken je mensen die ermee van leven? In België niet? Allee, in België wel, maar ze hebben dan hun eigen studio. Ze geven, dan ze geven les en zo. Dat kun je. Een samenwerking met ons. Ja, waar is why, why not? Maar wat, alleen dansen dan niet. Maar als je bijvoorbeeld dans, scoring uh, 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 les geven en je eigen studio, oui, laat nou oui, je vivre. Kun je We doen. Ja, je kan. Mais est-ce que j'ai envie de faire Non. Parce que moi, j'ai juste envie d'être danseuse. Mmh? Oui, mais j'ai pas envie de. Et Moi, j'ai juste envie de danser. J'ai pas envie d'avoir un studio. Toi, euh, euh, être entrepreneur, c'est pas pour tout le monde. Et Il faudrait des réunions. Moi, j'ai juste envie de danser. En als si je faire de kan doen, model, vixen. Vixen dat is ook goed, maar je leeft niet van vixen. Dat is zeker niet. Saufs je zoals de. echte vixen. Ja, voilà. voilà de vixen ja, de jaren 2000. Ja, voilà. De jaren tweeduizend. dat is Maar nu. De zijn gewoon bezig. Ja, nu zijn ze. Ja, ja, actrice, ja, zo, ze hebben ja. hun eigen dingen. Ja. Dat is leuk. Leven, eerlijk, leven Flevo, Flevo Flevo, van die part ook. Beaucoup de fix. Ah, die. Ja, ja, Ik wist het niet. Ja, ja, ja. Liesjes. Ja. Gaan we je nog op tv zien? Denk je? Maybe, maybe not. Maar geen temptation. C'est bon là. C'est pour moi. Hoe nee, noem Love Island of zoiets? Echt Love Island. Ja, voilà Big Brother, j'aime bien. Big, Brothers, das beetje, das story. Okay, so yeah. Big Brother, yeah. of, ah, een, een dat is een beetje een secret story. Oké, Big Brother, ja. Of een programma like ik echt wil doen, dat is... Uh... <laughs> nee, 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 niet meer. Als si je me had gevraagd, ja, K-Tranger, dan had ik wel gezegd ja. Maar nee, niet meer. Uh, dansen, met, uh, dansen met de Sterren. Ah, dat wil ik echt doen. Dus guys, mensen van de productie, I'm your girl. Zie ik je zo'n maar I know, but zie, imagine, I'm an influencer. Des fois je ook Ah, je hebt mij uit. nodig me uit. Nee, maar echt. De stuk. Wel, Mambo, je weet. Deze, deze studio is ook. Je bent altijd welkom. Dank je. Het altijd Altijd een plezier. Zie dat je hier gekomen. En ook wel het verder, gewoon het feit dat je gewoon zo'n mooi neemt dat spreekt beter dan mij trouwens. Mooier dan mij, niet beter. Nee. Maar ik ben nou je Frans-Thainisch. Ja maar daarom zeg ik, te veel aan je aviool, maar geen meer, kijk. En je hebt mijn spijtje-question meegedaan ook. Je hebt één question geskipt Welke? Ah, oh, ja, ja, ja. Oh, je ja, 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 ja. oh, ja, ja, moet dat ja. nu wel antwoorden. Nee, nee, nee. Niet nee, uh, voor de camera's, you know. After the I ain't no. Also, not you know, open, even around. That's hard business. I appreciate you, Mumbo, and you know, talk a motherfucker, Charles. Papa poppin' with the population? It smell like money. Me and Mumbo make some. Yeah. Talk some motherfucker, Charles. What's poppin' with the population? It smell like money. So let's make some. Yeah, I know you see it. I know. I know they see it. I know. Talk with Charlie, conversations with Charlie. Yeah, I know they see it. I know. I know you see it. I know. Talk with Charlie, conversations with Charlie. Yeah, I know they see it. I know. I know you see it. I know. Talk with Charlie, conversations yeah. with Charlie. Be yelling who that? Ooh, yeah. I tell them we that. We that.